Goedemorgen mensen, welkom bij een nieuwe Het Waait Wel Weer Over. Ik ga me even anders aankleden, iets anders aandoen. Want, misschien als ik hier op focus. Ja, kijk, daar zie je Daphne. Wij zijn namelijk al redelijk goed bezig geweest op de vroege ochtend. We hebben het kozijn verder geschuurd, epoxy netjes en glad gemaakt. En ja, alles voorbereid zodat we kunnen gaan schilderen. Maar ja, ik heb dus mijn... nieuwe kleren aan en mijn nieuwe schoenen. Was dat zoet ook niet zo heel erg op? Als je met verf gaat werken. Dus even kijken of ik nog ergens een oud shirt heb of zo. Dat is dan wel erg handig. Ja, dat is nog maar de vraag. Maar ja, we zijn zo vroeg begonnen. Omdat. Oh, dat is een broek die voor jullie ligt. Omdat het vanmiddag rond een uurtje of 12 of 3. Buienradar zegt 3. Onze Apple Wear app die zegt om 12. Dus even de vraag. En dan gaat het waarschijnlijk regenen. En als we het nou voor die tijd even opmaken. De verf heeft 4 uur de tijd nodig om droog te worden. En dan kan het als het goed is. Precies. Dus dat hopen we dan maar. En anders hebben we pech gehad. Dan moeten we weer opnieuw. We gaan het in ieder geval proberen. Ik ga even wat anders aandoen. Ik denk dat dit shirt prima is. Waarom klap je eigenlijk al dicht? Want we hebben hem zo nog wel weer nodig, hè? Waarom? Nee, is het geen man. Oh, denk ik wel. Ja, anders kan het allemaal helemaal droog. Oh, ik dacht gewoon een beetje dicht doen. Nee, prima, maakt het niet uit. Zoals je ziet zitten we op de steiger en het is kwastend gereed. We zijn namelijk klaar om te schilderen. Nou, ik zal nog even het voordoen deze keer. Ik moet even aan de kant, denk ik, dan kun je het goed zien. Nou, dit is het kozijn nu. Ja, dat paars wat je ziet natuurlijk allemaal afplaktape. We hebben alleen wel één probleem. Dit raampje al namelijk niet meer goed dicht. Maar dat gaan we gewoon schilderen nu. En dan moeten we maar kijken of we hem eruit krijgen. Er zitten van die hele dunne pinnen in. Normaal gesproken kun je die zo uittikken, maar deze zijn heel, heel dun. Dus dat is een beetje lastig. Maar daar is vast iets voor. En dan moeten we hem er gewoon uithalen en moeten we hem iets van schuren. En dan zien we het alweer. Wat is er? Ik zit er altijd onder. Pas op je schoen dat je er niet in staat. Hè? Ja, maar dan, ja, dan moeten we het maar zien. Maar voor nu gaat hij gewoon in de verf. Nou, ik ben er klaar voor. Jij? Ja. Helaas werd de timelapse onderbroken door iemand die het nodig vond om mij te bellen. Godsamme. Ja. Weet ik niet. Een van de 06 nummer dat ik niet ken. Oh, misschien die van de badkamer. Oh, dat zou kunnen, ja. Nee, in ieder geval, we zijn klaar. Ik zal het laten zien jullie. Het is erg mooi geworden. Daphne is nog bezig de laatste tape eraan aan het afhalen. Maar je kunt het al wel zien. Het is echt een hele verbetering. Als je het dan ziet van tevoren, denk je, nou, dat was dat nog wat woord. Ja. Maar nou is het mooi ingeheel met die. Dat is echt top. Ja, dat valt nou echt lang niet zo op, die latij. Die latij is een beetje ooit vroeger verzakt. Maar nu dat kozijn geschilderd is, valt het echt veel minder op. En bovendien gaan we dan nog met een beetje gips of met kit. Je moet even kijken wat het mooiste modelleert. Gaan we er langs zodat het gewoon een beetje recht oogt. En ooit willen we dat kozijn nog vervangen door een balkon met openstaande deur. Dat heeft er vanuit vroeger ook ingezeten. Eigenlijk even editwerk, wel veel editwerk, maar een fotootje van het oorspronkelijke achtergevel erin doen. Oh ja, dat ja, heb ik al wel eens laten zien hoor. Maar ik zal hem nog een keer laten zien. Maar ja, dat willen we toch ooit nog een keer doen. Dus op zich is het prima zo. Het is wel stevig en veilig. Het ziet er alleen niet zo heel mooi uit. Maar nou ja, als we dan toch ooit het kozijn gaan vervangen. Ja, dan... Het is wel weer voor een paar jaar goed. Precies, daarom. Het kozijn is nu gewoon weer mooi, goed. Het ziet er netjes uit. En ja, ik ben er wel blij mee. Klopt. Aito! Wel enige nevenschade. Ik ben met mijn benen in de verf daar gaan zitten. Niet zo heel lekker. Maar we hebben het retine. Het lijkt dat we nog een stukje zijn vergeten. Oeps. Ja, onder. Misschien hebben jullie het al wel gezien. Maar wij zien het nu pas. Oepsie. Dus dan gaan we nog even snel schilderen. En we zijn echt precies op tijd klaar. Want de zon begint nu aan deze kant van het huis te schijnen. En het wordt echt warm. Dus als je dan nog aan het schilderen bent, dan droogt het verf veel te snel op. Hebben wij ooit op een pijnlijke manier moeten leren. In ons vorige huis. Ik weet niet of ik het ooit verteld heb, maar in ons vorige huis hadden we de vloer geschuurd. En toen waren we hem. Was een houten vloer, die wilden we toen whitewashen.
Nou, het was 27 graden of zo. En nou, wij echt schuren en doen, helemaal mooi netjes gemaakt. Echt wel heel lang mee bezig geweest. Dat schuren is echt een pokkenwerk als je dat zelf doet. De vloer in de whitewash gezet, kwam ik de volgende dag binnen. Het zag er echt niet uit. Het was echt verschrikkelijk. Er was gewoon alsof er gewoon een soort wit plakkaat bovenop de vloer. Het was echt... Je zag ook de banen van de rollen. Ja, de banen van de rollen. De verf was er gewoon echt totaal niet ingetrokken. En dat is juist de bedoeling van whitewash, dat het een beetje intrekt. En dat je dan een beetje soort van, ja, je weet het wel, dat het dan een beetje witachtig, een witachtige schemering heeft of zo. Maar het was echt verschrikkelijk. Dus we hebben de hele vloer weer opnieuw moeten schuren. Toen hebben we ook niet meer gewhitewashed, daar waren we al klaar mee. Toen hebben we hem gewoon in de olie gezet. Toen is het wel mooi geworden, maar op die manier hebben wij moeten leren dat je nooit met heel warm weer moet schilderen. Is dat geschilderd of verven? Schilderen, denk ik, hè? Schildersbedrijf. Ja, dat denk ik ook. En dan mijn tekendocent die zei altijd, je bent geen schilder. Oh ja, dan was jij aan het verven. Ja, denk ik. Ik weet niet wat ik dan wel aan het doen was. Nee, nou, geen idee. In ieder geval, we hebben het er niet meer geleerd. En nu is het kozijn helemaal af. Ik zal hem nog een keer laten zien voor het volledige beeld. Kijk, dit is het. Ja, de stijger staat er natuurlijk voor, maar ik denk dat je al een beetje een beeld krijgt. Als die stijger straks weg is, over een aantal weken. Want we moeten natuurlijk nog geen gewone echte aflak zetten. Dit is alleen de grondverf, maar dan ga je het natuurlijk wel beter zien. En dan laat ik het nog wel een keer zien. Maar ik ben er echt blij mee. Het steekt echt mooi af tegen het wit. Het is echt zoveel mooier dan een wit kozijn op een witte muur. Erg blij mee. En dit moet natuurlijk ook nog. Maar ja, dat zijn vooral apart. Dit gaan we tegelijkertijd doen met het dak. Het ziet er heel ernstig uit, maar het is puur afgebladerde verf. Het is gelukkig allemaal nog hard. En ik denk dat het komt omdat degene die dit heeft gedaan vroeger geen vochtdoorlatende of dampopen verf heeft gebruikt. En dat moet je eigenlijk altijd gebruiken als je een groot schildert. Dit moet allemaal waterafstotend zijn en waterdicht, geloof ik. Dit moet dampopen zijn. En als je dat niet doet, dan krijg je dit. En hier, deze ziet er ook heel erg ernstig uit. Achter zit nog een lijst. En dat is waarschijnlijk de originele lijst. Je ziet het al wel een beetje. Er zit ook nog een hele mooie kraal in. Zo heet dat. Een beetje zo'n versierseltje. Dus deze willen we weghalen als we met het dak bezig gaan. En dan willen we die weer tevoorschijn halen. En hopen dat hij nog goed is. Maar die voelt nog wel hard. Dus ik heb hoop. Zou je dat nog uitsmeren waar je nu bijna in staat? Nee, gewoon laten zitten en dan schrapen het wel af met zo'n plamuurmes. Oké. Okay. Nou, klaar en laten we naar beneden gaan. Ja, alles meenemen. Ja. En dit is het gezien van de straat. Kun je het nog wel iets beter zien. Het is echt veel mooier. Yes. Wauw, die sleutel, die schieten. Ja. Mooi. Ik werd gebeld door iemand van de badkamer. We hadden namelijk ons nummer afgegeven aan de badkamervoordeelshop.nl, weet je wel, waar we de badkamer uitgekozen hebben. En die hebben het nummer doorgegeven aan een ZZP'er die misschien onze badkamer kan installeren. Dus die komt straks langs. Nou, dat had ik niet echt verwacht zo snel al, maar ja, kan prima. Ik heb wel gezegd dat hij dan voor 3 uur moest komen, want om 3-4 uur moeten wij weg naar Wendy en William om op Jesse te passen, ons neefje. En nou, dat kan hij als het goed is komt om 1 uur. En nu gaan we even wat eten. Een broodje falafel wat nog over is van gisteren. Het is nu ons lunch. Lekker. Echt super veel honger. Dus jam, 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 jam. Wij zijn inmiddels bij Wendy en William. Jezus. Mijn stem sloeg een beetje over. Wendy en William zijn weg. En Jesse ligt in bed. Had Jesse nog een cadeautje gekocht. Of dat had eigenlijk meegenomen bij de HEMA. Bootjes, 3. Er zijn er nog 2 meer. Je kunt dan zo achter elkaar, ik zal het even laten zien. Ja, ik vond ze echt heel leuk. Ja, zeg gewoon. Ja. Zo, nou, ik moet er 3. En dan kunnen ze aan elkaar. Godjezus. Nee, dit. En dan 3. Je snapt het idee. Hij vond ze echt heel leuk. Hij heeft heel veel mee gespeeld. Het is natuurlijk ook nieuw, maar ik geloof dat het wel een smaak voor jou. En ja, Jesse ligt dus in bed en ik geloof dat hij slaapt. Dat is top. Foei, ik heb een beetje gedaan. Heb ik lang geslapen? Half uurtje of zo? Echt zo lang? Ja, half uur, 3 kwartier. Nee, joh. Je was wel weg. Ja, zo lang voelt het niet, 5 minuutjes of zo. Nee, joh. Nee, echt wel lang.
een YouTube-video aan het kijken en yes, I sleep. Je hebt me uitgerend. Ja, dat is goed. En toen ben ik zelf ook bij een slaap gevallen op de bank hier. Oh, dat was wel fijn. Oh, mijn koffie is natuurlijk koud. Maar ja. Ik heb niet de laptop aan. Nee. Ah. Nou, dat had ik blijkbaar even nodig. Ik ben dat ja. Ding gelijk aan. Ja, hè? Nou, het oppassen gaat hartstikke goed. Misschien bijdringen. Proost. Jesse, die slaapt heerlijk. Die slaapt echt al super lang. Hij was net eventjes wakker. Toen is David er naartoe geweest. Goede tante dat ze is. En ik heb vanaf hier muziekje aangezet. Die hoor je nu nog dat steeds. Dat is echt, dan zegt ze 5 minuten wachten en dan daarheen gaan. Maar dat is wel moeilijk hoor. Je moet wel kijken op de klap van... Ja? Ja. Oh nee. Ik vond het niet zo mooi, want het was niet echt een heel harde hel. Op een gegeven moment, toen we 5 minuten hadden gewacht, toen begon hij, toen was jij al binnen. Toen was, ging je ook, nou, toen ging je heel hard, toen ging je echt heel hard huilen. Ik dacht, oh, dan wordt hij helemaal wakker, shit, hè? Ja, maar verder, dan gaat het hartstikke goed. En hij slaapt nu, denk ik het, maar hij is wel stil. De muziekje speelt nog. Dus even afwachten wat er gebeurt als het muziekje afgelopen is. Maar ja, het gaat hartstikke goed en het is lekker weer, we zitten lekker buiten, dus ja. Ja, helemaal chill. Wij vermaken ons wel hoor. Ja. Nou mensen, ik hoop dat jullie mee zien. Zoals je ziet, de zaad is ook weg. Oeba is ook weer mee. Ik ga helemaal naar je zin. We hebben nog even wat gesproken met Wendy en William. Dat was gezellig. Dan gaan we naar huis dus. En lekker slapen. Bedankt voor het kijken. Als je het nog leuk vond, geef dan een duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren. En dan zie ik jullie mogelijk voor een nieuwe Het Waait Wel Weer Over. Doei!